met de juniors. Bij de juniors is het uitkijken vooral, ja, Mathieu van der Poel. Hoe lang gaat die mens wegblijven? Dus hoe lang zal het duren voor hij weg is? Wel, hier al meteen in de afdaling heeft hij al een kleine voorsprong op Quinten Hermans. En daar is dan Martijn Budding. En nog een paar andere. Yannick Peters zit daar ook. Heel gevaarlijk. En dan, kijk eens, halfweg ronde 1. En hij is helemaal weg. Hij heeft al 11 wedstrijden op 11 gewonnen dit jaar. Quinten Hermans, die rijdt nogal dikwijls voor plaats 2. Wel, hier zijn Budding en Yannick Peters. En Van der Poel, die ploegt maar rustig verder. Die 30 seconden voorsprong worden een minuut, anderhalve minuut, minuut 45. Een zee van tijd heeft Mathieu van der Poel. 12 op 12. En we zijn nog niet aan het einde van het scenario Mathieu van der Poel. Voor de volledigheid, Quinten Hermans werd tweede en Martijn Budding werd derde. Laat ons dan eens kijken hoe de beloften het ervan afgebracht hebben. Hier zijn ze met Mike Teunissen aan de leiding. Groot pak. En er wordt er al wat geschoven daar in de achtergrond. En dan gaan ze daar al liggen onder de draad. Teunissen op kop. Godry in het spoor. Het is echt een beetje balanceren. Gevaarlijk parcours. En ja, als er één gaat liggen, oop, dat is Jens van de Kinderen die daar bij de hals gegrepen wordt door een paar andere renners ook nog. Het is echt moeilijk om recht te blijven. Mike Teunissen hier aan de leiding. Teunissen, dat is de winnaar van Ruddervoorde. Godry zien we daar in tweede positie. Corné van Kessel. Dan zien we David van der Poel. En nog een paar man van Rabobank. Afdaling hier. 4-5 renners van Rabobank. Michiel van der Heijden zit daar ook. En waar zit Wietse Bosmans, de kampioen van België? Die is voorlopig nog niet te zien. Heel slechte start van de kampioen van België. Die is niet de eerste keer dit jaar hier gezien. Zowat rond de 20ste positie. Teunissen dan, Van Kessel, Godry. 3 Nederlanders. En een vierde, Michiel van der Heijden. 4 Nederlanders op kop. Dan zien we daar ook nog Karel Nik. Dat is een Tsjech. Waar zijn de Belgen? Hier bijvoorbeeld Jens Adams. En daar in tweede positie zien we ook Wout van Aert van Telenet Fidea. Hij komt langzaam naar voren. Up, en daar gaat dan een van de Nederlanders liggen. Oeh, lalala, het is moeilijk. Het is, daar staan Godry en hier blijven ze schuiven. Karel Nik tegen de grond. Balanceren en... Hier profiteert deze man een beetje van Wout van Aert om weg te rijden. Van wie? Wie, zit er nog, wie is er nog overgebleven? Michiel van der Heijden. Want Teunissen was daar gevallen, Godry was gevallen. Ze schakelen zichzelf uit, die Nederlanders. En Teunissen, voor hem is het een slechte zaak, want hij is leider in de superprestigestand. Hij zal ook nog zijn derailleur breken en pas als ja, ongeveer 20ste over de streep komen. Geen enkel punt pakt hij. Hier Wout van Aert aan de leiding. Kijk eens hoe baggerig het is hier in de klei. Maar veel respect. Groot wat hij hier doet. Eerstejaarsbelofte en dan zo'n sterk nummer hier zetten. Hij vergroot elke ronde van zijn voorsprong. En het wordt moeilijk om hem van de zegen te houden. Jens Adams, daar zijn de Belgen dan toch dus. Gaat naar de tweede plaats rijden. Hij is voorbij Michiel van der Heijden gegaan. Daar in vierde stek herkennen we nog Corné van Kessel. Maar vooraan geen probleem voor Wout van Aert. Of toch wel bijna een probleem. Hij blijft hier rechts. Maar uiteindelijk valt iedereen wel hoor. En hier is hij dan. Hij won in Zonhoven al in het zand. Nu in de modder. En nog eens eerstejaarsbelofte. Heel straf nummer. Tweede plaats is voor Jens Adams. En Corné van Kessel pakt de derde plaats voor Van der Heijden, Gianni Vermeers en Tim Merlier. Ik ga gewoon goed dit jaar. En doe elke wedstrijd mijn best. En het blijft goed lukken. Dus meer kan ik niet verwachten. En ik ben gewoon heel blij hoe dat gaat. En ik had helemaal niet verwacht dat ik dit allemaal kon. Maar het is te beter natuurlijk. Zowat iedereen is tegen de grond gegaan. Jij ook? Jij niet? Ik dacht niet te moeten doen, maar de laatste ronde ben ik toch een keertje gevallen. Maar het is gewoon een enorm glad parcours en het was gewoon moeilijk om je recht te houden. En ik denk dat bij, zo gelijk als gezegd, bij iedereen wel eens een foutje inslaat. Maar het is gewoon niet anders mogelijk. Iedereen gaat hier fouten maken vandaag. Graag gedaan. En Wout van Aert is meteen ook de nieuwe leider in de stand om de superprestige. Heeft 52 punten, dat is net evenveel als Jens Adams. En Mike Teunissen, die heeft er maar 38, heeft dus geen enkel punt gepakt.
Er wordt hier lekker gegeten op het parcours. Lekker gezond, misschien niet altijd, maar zo'n hamburger, dat smaakt zeker en vast bij deze temperaturen. De vrouwen, die hebben ook gereden. Laten we ons daar eens naar kijken. Het zijn de Rabobankvrouwen, Sabrina Stoeltjens en Sanne van Paasen, die hier het heft in handen nemen met Sanne Kant. Die reed daar in derde positie. En dan een pakje Telenet Fidea renners. En één daarvan, van die Telenet Fidea vrouwen, is Nikki Harris. Die komt bij die Rabobankvrouwen en ze gaat er vandoor. Ze is de Europese kampioene, ze heeft er echt wel zin in. Ze forceert de boel eigenlijk in ronde 2 op die loodzware helling naar het kasteel Grenier. Van Paasen probeert er naartoe te gaan en ook Kant geeft het helemaal niet op. Maar Harris die is sterk. Kijk eens hoe zij in tegenstelling tot de gedubbelde renners zo vlotjes naar beneden rijdt in die gevaarlijke afdaling. Zien hoe Sanne Kant dat doet, dat gaat ook vlot, maar toch al op 20 seconden. Ook Van Paasen volgde daar nog en de boer in de buurt van Sanne Kant. Maar Nikki Harris die kent geen terugval en ze pakt vrij makkelijk haar vierde overwinning van het seizoen. En hier zijn dan Sanne, Van Paasen en Kant, 2 en 3. Nikki Harris, tell us how difficult was it today? Oh, it was really heavy, like the course and everything. It was hard, but I really love these conditions, so for me it was good. And you really like the mud? Yeah, I love the mud for some strange reason. Not many girls like the mud, but yeah, I seem to do okay in it, so it's my friend. Enjoy your friend, enjoy your win. Thank you. Ja, een heel gelukkige Europese kampioen Nikki Harris. En het belangrijkste wat zij vertelde was dat ze echt wel houdt van de modder. Wel, een modderbad is naar verluid ook niet zo ongezond. Benieuwd wat op dat spandoek hangt, dat krijgen we nog wel te zien in het verloop van de wedstrijd, zeker? Wel, wel, wel. Maar laat ons er misschien even uitgaan voor wat reclame. En dan gaan we straks naar de elitewedstrijd. Dat is een stier, hè? Ja, dat is een stier. Twee koppen kleiner dan de rest, maar zo vinnig en al meteen naar de kop. Lars van der Haar. Deze cross is misschien een beetje te lastig voor hem, maar hij start alleszins goed. Met Pauwels in het wiel, met Klaas van Tornhout in derde positie en dan Sven Nys in vierde. Zo gaan ze de bocht in en zo gaan ze zo meteen het veld ook indraaien. Direct een heel gevaarlijk stukje, hè, daarom dat ook iedereen weet dat er groen moet weg zijn. Hè. Heel hier, vettig, heel plat. Hè. Voor het moment. Voorlopig wel. Achteraan is het natuurlijk een beetje drummen en kunnen ze zich misschien vastrijden. Zoals we bij de belofte zagen gebeuren, bij andere jeugdcategorieën ook. Maar ze zijn er goed door. Klaas van Tornhout doet daar al teken naar iemand. Ja, en iedereen is goed mee weg. Hè. Nijs, Albert heb ik gezien. Ook een heel gevaarlijk punt hier. Rob Peters die scheert daar langs het hoekje. Maar geen probleem bij de profs. Maar kijk het, de snelheid die daar echt wel stilvalt. Hier dan naar beneden lopen en haaks terug naar boven. Nou, ze zijn ook al een beetje verwittigd van de vorige categorieën natuurlijk, dat het daar link is. Hè. Ze zijn al een valpartij geweest, dus ze weten het. Hè. Hier kunnen ze terug de fiets opspringen en dan is het bergaf naar het laagste punt van het parcours. Om dan terug te klimmen. We zagen op training de renners sommigen naar boven fietsen, maar hier stappen ze af. Ik ga hier weinig zien fietsen waarschijnlijk. Het melkzuur krept zo in de benen dat je sneller loopt. Ja, je zit ook in een andere categorie natuurlijk. Hè. Dit zijn echte toppers. Daar ligt de snelheid sowieso hoger. Dan nog proberen omhoog te rijden, dan gaat het toch voorbij gelopen worden. Goed, wie hebben we hier vooraan allemaal? Lars van der Haar, alleszins. We zien daar ook Bart Welles rechts in beeld. Pauwels en Van Tornhout zitten goed vooraan. Welles loopt. Welles loopt sneller dan Van der Haar. Bijna gaat er voorbij nu. Dus dan achter Welles herkennen we Pauwels, Van Tornhout, Taramarka, Peters die scheef gaat, Albert, Van Amerongen zit daar, Simunek, Meisen, De Knecht, dan pas Nys met Wubbe. Ook Duval zit daar, Arnouts hier, Van Tornhout met Baastaans, Gilfield. Dat zijn alle buitenlanders, ook de Spaanse kampioen zit daar. En hier de Nieuw-Zeelander, Alex Revel. Kijk nog eens naar de start opnieuw. Vlekkeloos verlopen voor iedereen. En de vinnige Lars van der Haar. Zie hem spurten alsof zijn leven ervan afhangt. Maar het was goed natuurlijk. Dan kom je als eerste. Ja, hij is ook de frisste van iedereen. Hij heeft gisteren niet gereden. Dus dat voelt wel van direct van bij de start. Hè. Dat je niet gereden hebt gisteren. En dan kun je dat natuurlijk doen. Hè. Materiaalpost. Er gaat heel veel gewisseld worden. Klaas van Tornhout wisselt niet. Er zijn er nog die het niet doen. Van Amerongen ook niet. En nu die moeilijke afdaling naar beneden.
met Welles, met Van Tornhout, dan Van Amerongen. En daar al een stuurfout van Lars van der Aar, zoals hij ook een stuurfout maakte, een noodlottige zelfs, in Hammersoogen, waardoor Sven Nys weg was. Ja, ze zijn ook nog allemaal, dat maakt het ook gevaarlijk, omdat ze allemaal nog samen zijn natuurlijk. Hè. Je moet eigenlijk meer rekening houden met je tegenstander dan met je eigen in de eerste ronde natuurlijk. Ja, maar dat gaat beter. En beneden, het is daar moeilijk hoor. Ja, het is schaven, hè. Het is constant uw fiets proberen onder controle te houden en geen fouten maken of zo weinig mogelijk, maar dat gaat niet doenbaar zijn. Hè. Foutloos rondrijden vandaag. We zien alleszins Bart Welles aan de leiding. Bart Welles, die hier indrukwekkend won, jaren geleden intussen, dat was in 2003. Zijn tweede overwinning. En ook Bart Arnoud zal in derde positie, die weer al zijn conditie, zijn goede conditie onderstreept, denk ik. Hè. Het is Van Amerongen. Maar Bart zat iets verder, dacht ik. Hij zat achter de tiende zelf. Ja. En hier Nys met Niels Albert in zijn spoor. Nys die dan opgeschoven is. Toch ook een moeilijk kantje geworden. Hè. Vroeger vlogen ze daardoor naar beneden, maar nu is het... Want ik zag Albert zelf zijn voet uit zijn pedaal doen. Ja, het parcours is er zeker niet gemakkelijk op geworden. Nee. En we hebben hier drie namen vooraan die we niet meteen verwacht hadden. Maar de wedstrijd is nog lang en loodzwaar. Want hier is het even temporiseren. Want ze weten allemaal wat er nu aankomt, die verschrikkelijke beklimming naar boven. Ja, en niet alleen de beklimming. Hè. Het versnellingsapparaat is daar ook heel cruciaal. Hè. Je hebt dat heel slecht stuk net voor de beklimming. Ze moeten naar die 25 gaan, naar de kleinste plaat van eigenlijk, de kleinste tandwiel. En ja, dat gaat het gevaarlijk maken. Hè. Van Tornhout, Welles en Thijs van Amerongen. Schuiven doen ze hier. Het is echt laveren. Links rijden ze beter en Welles gaat lopen. Dat gaat weer sneller gaan, zegt hij. De anderen gaan toch, denk ik, nog zo lang mogelijk proberen rijden. Nu, iets verderop kan je terug die fiets opstappen. Maar kijk hoe een grote passen Bart Welles hier zet. Hij doet hier een goede zaak door te blijven lopen. En deze man in die BMC-trui, Julien Taramarca, blijft ons verbazen van week tot week. Pauwels nog mee. Hier met Van der Haar, met Albert en met Sven Nys. Ook nog altijd met Gerben de Knecht. En daar zat dan Bart Arnouts. En kijk, wel eens terug op de fiets gesprongen, maar dat gaat moeilijk. Dan, ja. Ik denk dat... Ik ben niet zeker, maar ik denk dat Klaas een probleem heeft met zijn versnelling, denk ik. We gaan het wel zien, want inderdaad, het is niet normaal dat je hier begint te lopen. Nee. Kijk, hier zagen we Klaas van Tornhout, dat was in 2009, zijn achterwiel verliezen toen hij aan het lopen was. En inderdaad... Ja, dus is hij weg, hè. Dat is dus het gevaar. Hè. En het is heel, heel snel gebeurd. Hè. Want hij, ja, als we misschien beelden ons kunnen zien, het gebeurt eigenlijk binnen een half seconde. Bats, gedaan. En hij is het eerste slachtoffer. En hij zal niet het laatste zijn. Niet, ik herinner mij... Van niet, maar... Ja. Bart Welles in 2006 heeft hier sowieso vier keer dat probleem voor gehad in één en dezelfde wedstrijd. Moest uiteindelijk op een fiets van een ploegmaat verder rijden. Ja, ze hebben nu wel een paar fietsen, maar om er drie of vier zomaar bij te hebben, drie is denk ik het gemiddelde toch, maar vier is al heel veel. Hè? Ja, en zo'n derailleurpad, dat kan je nog wel vervangen, maar dat neemt toch wel een beetje tijd in beslag. Dat kun je niet onder de wedstrijd. We gaan eens kijken naar... ja, hier is voilà. Het gebeurd. Ja, eigenlijk... Je hebt er niks aan te vertellen. Hè. Je hebt niks, gewoon niks te vertellen. Je trapt, baf, en het slaagt vol en trekt gewoon over de pion en het is weg. Hè. Ja, we hopen dat het hier bij niet te veel renners zal gebeuren. Dat het zeker en vast niet over winst en verlies moet beslissen in de wedstrijd. Zoals een paar jaar geleden ook nog. Ik herinner mij dat toen Niels Albert hier won, had Sven Nys ook hetzelfde probleem voor. Of toen deed Sven Nys lek in de slotfase. Ja, hoort erbij. En Welles, wetende dat hij een goede loper is, hij avanceert ook veel rapper als hij loopt. Dat heeft hij nu al de eerste ronde bewezen. En ik hoop dat we nu nog een paar ronden met Bart op weg kunnen. Even iets laten zien. Vier leiders die we niet verwachten. Nee. Van Amerongen, Peders, Taramarcas. En dan komen de grote mannen eigenlijk. Nys, Albert, die toch... Volgens mij dat beneden aan de klim niet echt 100% nog een indruk af, maar moet nog even loskomen van gisteren. Hè? Ja, wat zeggen ze daar in het veld van, Chris? Wel, ik heb een eregast vandaag, generaal Frank de Winne. Zowaar. Wat komt u hier doen? Wel, ik ben natuurlijk militair hier op het militair domein. Is het altijd gezellig om naar de cyclocross te komen kijken. Ik ben ook toch een fan van cyclocross. Het is een typische Vlaamse Belgische sport, dus ik ben heel tevreden dat ik hier mag zijn vandaag.
van wie mag Frank de Winne vandaag winnen? Wel, mijn grote favoriet is altijd Sven Nys. Dus, ik bedoel uiteraard, dat, ja. Wie mag er winnen van Frank de Winne? Nee, mijn grote favoriet is altijd Sven Nys, dus ik geef altijd hetzelfde antwoord. Ik support er al jaren voor hem, dus ik hoop dat hij wint. Maar natuurlijk, hij heeft gisteren al gewonnen, dus we zullen wel zien. Ik denk dat het vooral interessant is, als je ziet naar al de mensen die hier zijn, dat het een geweldige sport is. Geniet van de traditionele zondagsuitstap. Wij genieten verder van de traditionele zondagkijknamiddag. En we zien hier het peloton achtervolgers met Pauwels van Tornhout, Nys, Albert de Knecht en nog een paar anderen. Maar zij volgen op een seconde of 10 bijna van het kwartet aan de leiding met Welles, Tarmarka, Peters en Van Amerongen. Wie had dat gedacht dat deze vier de eerste ronde voor hun rekening zouden nemen? Wow, we hebben nog tijd. 10 seconden is op deze omloop is dat eigenlijk een puilschilletje. Zeker met dit parcours, met dit slijk, zal ik zeggen. Dus als de beter grote mannen gaan beginnen, dan gaat de koers openbreken. En dan gaan we natuurlijk wel iets anders zien dan nu. Hè. Ja. Maar ze zijn in beeld en ze doen moeite. En dat is heel prachtig. En ik denk dat daar de kijker ook wel mee gediend is. Hè, dat men wel eens toch nog eens laat zien dat hij mee kan. En ik vind het prachtig. Ja, wel eens die hier als piepjong rennertje ook al eens indruk maakte in Gaveren. Ik weet eigenlijk niet meer welk jaar het was, maar het moet een van zijn. Hij was zeker en vast nog zijn eerstejaars belofte, dus eind 97 moet dat geweest zijn. Maar dat is 15 jaar geleden, toen reed hij lang aan de leiding om uiteindelijk als vijfde te eindigen nog in zo'n loodzware wedstrijd. Dus als rennertje van 19 jaar oud, Bart Welles. Ja, maar hij heeft dan ook nadien ook wel bewezen dat hij ook wel een topper is geworden. Hè. Meestal als je het bij de jonge mannen al kunt en je kunt het dan nog eens overbrengen bij de belofte. Sommigen gaan daaraan kapot, maar af en toe blijft daar iemand over. En Welles was een van die mannen. Hebben hier ook hetzelfde probleem misschien bij Thijs van Amerongen? Ja. Zeg dat het niet waar is, maar ik vrees dat het inderdaad wel waar is. En kijk eens hoe de grote voorsprong hij nog altijd heeft. Ja. Hier ga je niet lopen. Hè. Dan weet je wel. Ja. Afstappen is probleem. Pech. Gelukkig is die materiaalpost hierboven wel. Gaan we hier elke ronde een slachtoffer krijgen. Ik vrees dat ze hier volgend jaar dan vast tapijt moeten gaan leggen om dat te vermijden, maar ja. Ja, maar ja, je hebt het ook niet in de hand. Het heeft redelijk goed weer geweest van de week. En nu krijg je een regenvlaag of een regenbui en je hebt hier problemen. Dat maakt het ook spectaculair natuurlijk. Hè. En Gaveren zal altijd als zwaarste tegenstander het weer hebben. Hè. Dat weten we gewoon. Komt hier boven, komt dan in de materiaalpost. De verlossing voor hem. Maar intussen zijn er toch wel 6 renners hem voorbij gegaan. Gaat nog net voor Niels Albert en Sven Nys en Kevin Pauwels. De grote 3 gaat nog net voor hen terug de fiets op. Maar Rob Peters aan de leiding. Rob Peters die ook wel houdt van dat ploeteren door de modder. Oh, in het geval van Thijs, van Amerongen, die heeft eigenlijk niet zo echt veel verloren. Maar vanaf de wedstrijd gaat vorderen, gaat dat wel heel veel zijn. Oh, je hebt hem. Gelukkig valt Alex Revel hier vrij zachtjes. Nu, wat is zacht natuurlijk? Het kan pijn doen. Het is heel verstandig van de organisatoren om daar zo van die luchtkussens te zetten. Ziet die ogen. Ja, maar het is niet om te lachen. Hè. Nee, het is niet voor te lachen, maar het is wel gevoeld dat aankomen als renner natuurlijk wat er gaat gebeuren. Hè. Ik heb de gewoonte voor aanvangen van de wedstrijd, 's morgens vroeg, zelf het parcours te rijden. Maar ik moet zeggen dat ik het hier niet zo graag meer doe. Ik heb het ook niet gedaan natuurlijk. Dat is goed om uitgelachen te worden door het publiek. Met Klaas van Tornhout. En ik weet niet. Rob schudde nee. Ik weet ook niet. Radomir Šimunek. Ja, afgebroken. Derailleur ook. En dat, ook, en dat is dan weer een klein beetje het verschil. De anderen lopen verder. En Šimunek geeft de pijp aan Maarten. Ja. Ja, zo is Radomir Šimunek wel vaker. Hè. Ja, hij valt vaak en laat aan de moed zakken. Ja, dat vind ik toch wel een klein beetje spijtig eigenlijk. Er is in principe nog niet echt heel veel verloren. Het is een heel zwaar parcours. Zoals ook Bart zei, wat is een minuut hier? Als je echt goede benen hebt, dan is een minuut niks. Dus hij kan gewoon toch verder proberen te doen en nog een fatsoenlijke uitslag te rijden. Daarom top winnen of top 5, Niemartin is ook nog heel prachtig. Hè. Dan heb je ook nog heel wat punten. Dus. Soms begrijp ik het niet goed, maar ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb Radomir Šimunek nog nooit goed weten rijden in Gaveren. Dit is ook echt zijn omloop, niet natuurlijk. Nou, ik zag hem ook voor de wedstrijd. Hij kwam van training, van verkenning en hij zag het daar al niet zitten eigenlijk. Daar even een babbeltje tussen Tarmarka en Welles. Ik gaf daar een schouderklop van... Ik weet niet wat hij juist bedoelde.
Gijs hier goed bezig. Nog een grootheid. Oud-wereldkampioen Freddy Maartens. En hier de kampioen van Groot-Brittannië, Ian Field, Pechvogel en Chris. Ja, Radomir Simonek is net door de materiaalpost gereden. Hij blijft dus nog verder rijden. Hij is niet gestopt. Hij heeft een andere fiets gekregen en is weer vertrokken. En aan de streep komen nu Bulo en Sven van Toerenhout voorbij. Hier is Simonek inderdaad nog aan het verder rijden. En we hebben Lange Klaas van Toerenhout, die zo enthousiast was voor aanvang van deze wedstrijd. Aan de leiding nu met Bart Arnouts, met Tarmarka. Van Amerongen zit daar nog. Albert Welles, Peters, dan Nijs en Pauwels. Ja, en voorlopig nog geen Niels Albert en Sven Nijs in de voorste gelederen. Maar nog eens, we gaan hier 8 ronden wedstrijd toe. We zitten, als ik het nog goed voor heb, in de 3e ronde. Dus het is nog ver te gaan. Klaas van Toerenhout heeft alleszins goede benen. Rijdt hier weg van Tarmarka, van Arnouts, van Amerongen en van onze goede loper Bart Welles. Ja, dan neem je ook het risico een klein beetje weg als je loopt. Hè, om dat versnellingsapparaat niet in je wiel te trekken natuurlijk. Maar dan moet je ten eerste al een goede loper zijn. En dat is Bart wel. Maar Peters loopt ook. Dus ik denk dat Peters ook wel goed getraind heeft op lopen. En de rest rijdt. Ja, dat is een keuze die je maakt. Ja, en dat is het gedeelte van het parcours waar je... Ja, sterven hier. Ja, ik zit zo'n beetje te kijken naar Nijs en naar Albert Pauwels. Want dat zijn toch de drie mannen die we eigenlijk toch verwachten voor het podium een beetje. Die alle wedstrijden meedoen, maar zij bekijken het voorlopig. Er is ook nog niet heel veel gebeurd natuurlijk. Alles zit nog bij elkaar. Alleen Klaas is weg. Hij doet het paniek voor hem. Hij maakt zich ook niet zenuwachtig. Hij heeft ook gisteren trouwens gewonnen. Oh, kijk, wat gebeurt daar nu met Duval? Wordt daar door zijn eigen mechanicien tegen de grond geduwd. Dat zijn dingen die gebeuren natuurlijk. Een domme fietswissel daar voor Aurélien Duval in de materiaalpost. Hoe kan nu zoiets gebeuren? Ja, maar ik zie dat. Ah, dat zie je net. Ja, het is een beetje zoals met Sven Nijs gebeurd is vorig jaar. Hè? Ja, ik wou zeggen, dat is nog een in mijn kostuumvest daar staan, maar hij heeft toch de regenjas aan. Iemand is er precies erbij gehaald hebben. En ik denk dat het foutje is dat Duval wou springen en dat hij iets te ver het rijden was en een andere wou de fiets al aanpakken. En hij was hem eigenlijk al aan het voorbijrijden. Ja. Dat maakt het voor ons ook mooi. Hè? Ja, het is wel erg lullig natuurlijk. Ja, maar het is iets anders. Ja. Concentratie op het gezicht van Klaas van Toerenhout, maar hij geeft een goede indruk. En hier, mag je aan je remmen komen? Ja, ik moet aan je remmen komen. Je lift niet vooraan natuurlijk, maar het is een beetje gedoseerd remmen ook. Hè. Remmen lossen. Van het moment dat je het wiel voelt weggaan van achter, moet je de rem lossen, want anders ben je gewoon weg. Maar ik denk niet dat het iemand dat had moeten leren. En dan is hier nu hetgeen dat ik eigenlijk een klein beetje verwachtte, was dat Bart Arnouts toch naar Van Vogel ging rijden en die navel ging plaatsen. Natuurlijk, Klaas is weggereden. En Bart is zo'n beetje zo, zijn stijl een beetje. Hè. Ze kijken op de baan een beetje naar elkaar. Ik val aan en hopelijk krijg ik dan 20, 30 meter. En kan ik ook eens iets forceren, maar nu moet hij eerst het gatje naar Klaas dichtrijden. Ja, we gaan eens chronometreren hier. Hè. Dat is toch een serieus gaatje dat Klaas van Toerenhout heeft. Wanneer hij dat kan doorzetten. Want ze kijken naar elkaar achteraan. Hè. Ze kijken achteraan. Goed bekeken van Bart Arnouts om zich daar niks van aan te trekken. En hier dan het groepje met Nijs, met Tarmarka, met Pauwels, met Van der Haart. Toch ook nog altijd Niels Albert, ook Wimme Peters, Van Amerongen. Dat zijn ze hier op meer dan 20 seconden. Een klein tussensprintje van Lars om toch eerst dat veld proberen in te duiken. Maar Nijs voelt dat natuurlijk. En Nijs heeft ook het tempo niet willen laten stuurvallen, zag ik. De baan opgekomen uit bijna laatste positie van de groep, direct naar de kop gegaan. Niet op blok oprijden, maar toch zonder te weinig reserve. En dan terug positioneren. Chris? Wel, ik sta hier in de materiaalpost bij Vincent Bastaans. Ja, normaal moet hij in wedstrijd zitten. Wat is er aan de hand? Ja, dat is de tweede keer dat ik met een derailleur in het wiel rijd. Dus dat gebeurt niet eenmaal in deze cross. Dus ja, niks aan te doen. De tweede keer al? Ja, de tweede keer vandaag. Dus pech gaat hier beslissen over de winst, denk je, vandaag? Dat zou goed kunnen, maar ik denk dat die jongens een groot genoeg verzet rijden voor die pech te vermijden. Hoe zwaar is het, Vincent? Heel zwaar. Oké, dat zegt genoeg. Bedankt, Vincent Bastaans. Zo even stoppen in de materiaalpost om een interview te geven en dan doorrijden naar de camper. Ja. Ja, als je dan maar 3 fietsen hebt en je hebt er 2 kapot, dan heb je nog 1. Dan kun je in principe nog verder rijden, maar dat is onmogelijk, want je moet hier gewoon wisselen. Ja. En als je niks meer hebt om te wisselen, dan is het wassen. Hè.
Het is ook het seizoen van Vincent Baastaans niet. Hè. Pols gebroken net voor het seizoen. Dan ribben gebroken in Ruddervoorde. En toch alweer op de fiets. Maar ja, conditionele achterstand. Hè. Hetzelfde verhaal eigenlijk bij Sven van Toornhout. Die vond ik gisteren in Hasselt wel goed rijden, de eerste 3-4 ronden. Maar dan teruggevallen, conditioneel ook gewoon. Ja, toch raar eigenlijk, want nu wil het dan net lukken dat ik woensdag in het bos was, waar dat Sven ook was. En Paul van den Bos was daar ook. En ik heb daar Sven zien rondvliegen, zal ik maar zeggen. Dat ik ook niet goed begrijp dat, dat Sven momenteel niet korter kan rijden. En ik heb daar 10 minuutjes met Paul staan over babbelen. Hij begrijpt het ook niet. Hij zegt, als Sven niet bij de top 10 rijdt in Hasselt, begrijp ik het niet. Alles is in orde. En ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Het is... gaat hier nu voorbij, Bart Arnouts. Ja, hij heeft natuurlijk ook gezien dat Niels niet mee is. Hè. Ik weet niet dat Niels iets voorgaat heeft, want normaal gezien moet je meegaan. Kijk hoe hij wegrijdt. Kijk hoe hij wegrijdt van een strompelende Bart Arnouts. Nu ook Paulus gaat voorbij Arnouts, die iets wat over zijn toeren moet gegaan zijn. En dan gaat Bart wel eens zo meteen afstappen en beginnen lopen normaal gezien. En dan gaat hij misschien ook nog wel voorbij Bart Arnouts. Dat is wat ik ook net zei. Hè. Als Nijs echt heel goed is en hij trapt gewoon één versnelling of één tand groter, ja, dan is 20, 30 seconden op zo'n omloop niks. En ik vrees nu al dat Klaas heel kort bij de Louvre gaat gevat worden en dat hij die Nijs wel voor ziet komen. Kijk, gewoon één beklimming doorzetten en hij is weg van iedereen. Pauwels, kijk eens wat een gat ook Pauwels gemaakt heeft op Arnouts. En wel eens zoals voorspeld, voorbij Arnouts gegaan. Het is niet waar. Bart Arnouts ook brokken. Ja, niet te geloven. We zijn in de vierde ronde. Man, man, man. Chris. Ja, Sven Nys rijdt hier door de materiaalpost. Dat is al 13 seconden nu van Klaas van Toornhout. Pauwels probeert zijn treintje aan te haken. En dan is het toch weer een kloofje. Wachten op een nieuwe Zwarte Piet. Dat is deze keer Bart Welles op de vierde plaats. En dan is er toch ook alweer een mooie kloof ontstaan, hoor. Ja, een kloof op Bart Arnouts, die daar dus zonder derailleur zit. Daar zijn fiets aflevert. We zien daar ook de kampioen van Polen langs de kant staan. Marius Gil, die heeft het ook opgegeven. Ook hij waarschijnlijk stukken en brokken. Man, 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 wat is dit hier voor een pechkoers. Van Toornhout al eerste ronde, tweede ronde Simunek, Van Amerongen en Baastaans. Derde ronde Baastaans, vierde ronde Arnouts. En wel, 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 hier Niels Albert. En dan de mannen die we nog niet in beeld gezien hebben. Er zijn er misschien nog wel 10 of 5 of 10 die de versnelling afgereden hebben. Hè. Ook Albert, ja, Albert is daar ook aan het gas geven, hè, want hij is daar ook voorbij die twee mannen van AA Drink gegaan. Hij moet, hè. Nijs is weg. Hè. Als hij zijn klassement ook een klein beetje nog in ere wil houden om nog een proberen eindoverwinning uit de wacht te slepen, gaat hij moeten. Hè. En Nijs heeft op die beklimming alleen bijna 10 seconden van de voorsprong afgedaan. Dus hij kan profiteren. Hier zijn van Toornhout. Dat kan pijn doen. Ja, dat is niet gezond. Lala, nee. Het komt goed, hè. Komt goed. Voilà. Het is niet te geloven. Man, wat voor acrobaten zijn dat. Ja. Ik denk als je op die achterband gaat zitten, dat is niet goed, hè. Nee. Heel kort, nee. Kijk waar Kevin Pauwels zit. Hier zit hij. Goeie fietswissel. En hij moet gaan naar die andere. En dan is het Bart Welles in vierde positie. Als we goed gezien hebben daarnet bij die beklimming. Ja, goeie wedstrijd bezig. Alleen de vraag is, kan Pauwels naar die twee mannen nog inrijden? Dat is nu de grote vraag. Hè. Ja, ik vind dat ook een interessante vraag. Chris, wat vind jij ervan? Kan Pauwels nog naar die twee vooraan rijden? Kan Pauwels nog naar de twee vooraan rijden? Dat vraagt Philippe Maartens en Mark Jans zich af. Maar ik denk dat veel zal afhangen van Sven Nys. Wat gaat Sven Nys doen? Ik denk dat Sven op dit moment toch de beste man in de wedstrijd is. Als Van Nijs de register blijft opentrekken, denk ik dat het gaat moeilijk worden voor Kevin Pauwels. En Klaas, die lijkt wel al een berensterke wedstrijd bezig en weer helemaal terug. Ja, Klaas vindt natuurlijk zijn parcours, maar ja, we hebben dit jaar een super Van Nijs. Dus het gaat moeilijk worden. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar veel zal afhangen, denk ik, van hoe is Van Nijs in de finale. Wat een chaos hier, hè, in de materiaalpost. Ja, het is ongelooflijk. Het is hier ieder jaar zo. In feite kunnen ze de post toch eigenlijk langs dubbele kanten eigenlijk voorzien voor, met spuiters, met karkers. Dus, ja. Maar goed, ja, het is de weersomstandigheden doen ook veel natuurlijk. Oké, maar terug naar de renners, waar dat echt om draait natuurlijk vandaag. Sven Nys en Klaas van Toornhout. Goed, en dank u Chris en dank u Mario de Klerk, de winnaar hier in 1998. De man die eindelijk eens voor een Belgische overwinning zorgde.
na zowat 10 jaar buitenlanders die hier wonnen, toen hier voor het eerst gereden werd op dat domein hier in Gaveren. Het was allemaal Pontoni, Groenendaal, wie was het nog allemaal die periode, Frischknecht, dat de klok sloeg. Ook in de Vos, de Nederlander, heeft hier nog gewonnen die jaren. Bramati was dan tweede. Van België geen sprake. Wel, Mark Janssens was tweede. Zelfs Van Nijs, eind jaren 90, ook al eens tweede. Maar Nijs heeft het ook jaren over moeten doen om hier goed te zijn. Ik denk dat hij toch een keer of 5 hier gereden heeft. Het is ook niet niks voor hij kon winnen. Ja. Het is ook een van de zwaarste crossen die we heel de winter krijgen. Koppenberg is heel zwaar, dit is heel zwaar. Een kokzijde is ook heel zwaar. Totaal iets anders, zand. Maar zand is ook heel zwaar om in te rijden. Dat kun je zomaar niet even overbruggen. En dat probleem zien we ook nu met Lars van der Haar natuurlijk. Lars is ook nog jong en okay, hij kan een heel goede conditie hebben. Maar dit is, zoals Welles ook al aankondigde, het is weer heel, heel zwaar dit jaar. Hij zegt misschien de zwaarte, maar we hebben het hier nogal zwaar gezien. Zeker zo zwaar als nu. Ja, dan moet je de tijd hebben. Hè. Allemaal moeten rijpen een klein beetje. En ook Lars. We zagen Peters en Albert in vijfde en zesde positie over de streep komen. Ik ga hier even verder volgen aan de finishlijn waar ik nu Bart Aarnouts als zevende zag passeren. Ook Van Amerongen is hier nu met Tarmarka. En Lars zijn nog altijd heel, heel vinnig optrekt. Hè. Ja, we zijn een stijl een beetje. Hè. Vorige week op het podium. Hè. Allereerste superprestige podium voor Lars van der Haar. Niet slecht voor iemand van 21 jaar oud. Komt hier nu de streep voorbij. Maar deze mannen, de twee koplopers, Sven Nys en Klaas van Tornhout, zijn al zo'n 500 meter verder. Hè. Ik denk dat ze stilletjes verder van Paulus aan het weglopen zijn. Of rijden, denk ik. Ik denk dat Paulus geprobeerd heeft om toch even een tusseninspanning te doen. En op die klim om proberen nog naar Nys en Klaas te rijden. Maar Nys had het gezien en is na die beklimming even doorgegaan. En ik denk dat het gaat wel een klein beetje groter geworden is. En zie de loper Bart Welles nog altijd niet opgeven. Hij is een goede wedstrijd aan het rijden. Ja, heel goede zaken. Ze kunnen afrijden en dat is ook al een probleem, denk ik. Omdat we met een hele goede Klaas zitten. Ja, dat doet het toch wel. Kevin, toch fiets echt goed onder controle houden. Hè. Ja, maar schuiven en toch onder controle houden. Dat is toch een... Zeg, kijk, dat wil toch ook wel zeggen dat de conditie redelijk goed is. Hè. Want als je echt slecht bent, dan zit je op je limiet en dan val je. Punt. Leuk. Kevin Pauls is ook iemand die houdt van zo'n spectaculaire afdalingen. Heeft ook een downhill mountainbike. En hij is toch ook een klein beetje voorzichtig de kloof laten. Hè. Het gaatje laten om niet over Klaas te vallen. Moest Klaas vallen, dus heel verstandig. Maar alles gaat afhangen van de laatste. Zoals we hem nogal gezien hebben, denk ik. En, waarom moet Nys ook meer krachten verspelen dan dat nodig zijn? Dat is ook al een vraag. Het seizoen is nog lang. Het is al zwaar geweest en het zal nog zwaar worden. Het is ook vroeger beginnen regen dan verleden jaar. Verleden jaar hebben ze heel lang droge crossen gehad. Toen was het hier pijlsnel eigenlijk. En nu zitten ze hier echt te dabberen, zal ik maar zeggen. En het zal dabberen zijn tot in Oostmalle. Het is ook dat het verschil maakt een beetje voor Kevin Pauwels. Die vorig jaar verder stond. Maar het heeft heel lang gezomerd. We hebben lang moeten wachten op zware crossen vorig seizoen. Ja, dat mogen we zeker niet vergeten. Zoals ik net zei, het heeft heel lang droog geweest verleden jaar. In het voordeel van Kevin gespeeld, nu niet meer. Ligt het misschien daaraan dat Pauwels net iets minder is? Het kan ook. Het zal zeker zijn rol spelen. Ja, we weten dat Kevin het van het droog moet hebben. Hè. Zoals ik ook al zei, Nys is een zware tegenstander vandaag. Albert is een zware tegenstander en het slijken. En je kan je niet inbeelden hoe zwaar dit is om dit is door te rijden. Ik kan het me goed inbeelden, want ik heb hier nog serieuze scheten gelaten bij meneer van spreken. Niet normaal hier, hè. Ja. Echt heel zwaar. Pauwels terug tot in het wiel van Bart Welles. Dan wordt hier nog een pittig duel voor die derde plaats ook. Maar wel omgekeerd al, hè. Dus dat geeft Bart Welles wel heel veel moed natuurlijk, hè. Ja, maar daarnet was hij zelfs iets uitgelopen op Kevin Pauwels. Ja. Voorlopig geen probleem. En die dame links in beeld heeft geen kuit precies. Ja, dat is niet vertraagd, hè. Dat is gewoon... Oh, het is niet waar. Kijk, die, kijk ik denk dat die fietsen op zijn. Hè. Ja, die fietsen zijn ja, op van Bart, denk ik. Hè. Man. Hij loopt nog verder, dus misschien heeft hij nog wel één, maar...
Deze is toch wel een vrije diesel, hè? Ja, hij had het twee ronden geleden al voor. En zijn ploegmaat Van Amerong heeft het ook voor gehad. Maar, dan zie je ook wel, 1 en 2 hebben het nog niet voor gehad. Dus, jawel, toch wel, Klaas van Tornet in de allereerste ronde. Ja, inderdaad, Klaas Nijs niet. Dat bepaalt toch ook wel hoe beter de vorm, zeggen ze heel dikwijls, hoe minder de stukken ook. Hè. Ja, maar het is droevig. Ja, het is ook het ongeluk. Hè. Het is gewoon geluk of ongeluk hebben. Ja. Terwijl deze twee naar het einde gaan van de zesde ronde. Nog twee. Nee, nog één ronde gaan we te gaan. Ja, het gaat nu moeten gaan gebeuren. En het zal gebeuren. Want ik denk niet dat Nijs gaat proberen een sprint aan te gaan met Klaas. Normaal gezien mag dat geen probleem zijn, maar ik denk dat Nijs graag alleen gaat toekomen. 55 minuten zijn ze onderweg. Ja, zelfs de beloften hebben ook hier 55 minuten gereden. En dat is toch wel veel voor die toch wel jonge mannen. Laatste ronde voor Nijs en Van Tornhout. Het gaat beslist worden in de laatste hellingen, zoals we gewoon zijn en ook wel verwachten eigenlijk. Hè. Of er moet iets gebeuren in de afdaling natuurlijk, hè, de gevaarlijke afdaling. Dat is natuurlijk, dat kun je niet wegcijferen. Dat is, als je daar de fiets laat gaan en gaat weg, ja, dan heb je tegenslag. Alleszins, we hebben hier toch al verrassingen gezien vandaag. Een van de verrassingen is alleszins dat Niels Albert, die we hier toch als de grootste concurrent van Sven Nys verwacht hadden, een slechte dag heeft gewoon. Nu, op een slechte dag toch nog in zesde positie rondrijden, dat is knap natuurlijk. Het kan misschien aan Chris liggen, hè. Met ja. Aan de tante vragen voor de cross, hè. Het was een beetje stress gekregen. Hilarisch interview alleszins, ja. Ja, zeker een last. Maar ja, dat is ook tof, hè. Dat voelt ook aan dat Niels er toch een klein beetje mee zit. Dat is ook logisch, hè. Hij wordt altijd geconfronteerd met een hele goede Sven Nys. Ja, die is 10 jaar ouder als jij. Dat is zo precies van, jong, dat is een oude die van u wint. Ja, het is logisch dat ook daar wel eens die blijft haperen. Maar gelukkig zonder veel erg. Maar hij was daar wel aan het wegrijden van, of aan het weglopen allicht van Kevin Pauwels. Ik denk dat we de Bart op de derde plek gaan krijgen hier, hè? Podium. Heel lang geleden. Ja. Jij kan dat opzoeken. Ik kan dat zeker wel ergens vinden, maar ik weet dat hij in Middelkerk nog op het podium gestaan heeft, een seizoen of twee geleden. Dus ja, eigenlijk toch maar twee seizoenen geleden. Dat valt dan mee. Maar de laatste keer dat hij een superprestigewedstrijd gewonnen heeft, Bart Welles, dat is al 7 jaar geleden. Mm-hmm. Dat is, Ja, nu spreekt hij ook van winnen. En als je al ziet dat de wedstrijden ook maar verdeeld worden onder twee man of drie man, ja, dan is het ook heel moeilijk om te winnen natuurlijk. Hè. Ja, maar je moet zo... We zitten al het hele jaar te zeggen van de grote drie, Pauwels, Albert en Nijssen, verdelen alles onder elkaar. Ik heb zoiets te kijken. Eigenlijk heb ik nog maar drie wedstrijden gezien dit jaar waar die drie mannen op het podium stonden. Dat was Ruddervoorde, Ronsen en Hasselt. Maar dat is, dus er zijn toch nog wel andere renners ook die meedoen. Ja, dat is dan Pauwels. Dus het foutje van Pauwels eigenlijk. Hè. Die de conditie nog niet echt helemaal onder de knie heeft. En, want normaal is hij de derde man. Het ligt niet aan Niels en aan Nijs. Hij lukt dat heel goed. Alhoewel, hier gaat Nijs dan toch. Hè. Nijs gaat over Klaas. Hij voelt het. Hij gaat de demarrage inzetten. Hopelijk blijft de versnelling heel. En hij moet dan... recht blijven, hè? Ja, hij moet recht blijven. Tuurlijk, maar hij gaat het niet doen. Daar zaten we op te wachten. Ja. En okay. Nu is het aan Klaas, hè? Kijken we hier naar Sven Nys, zoals hij. Hij moet lopen. Dat is dat. Hij loopt weer heel goed, Klaas. Ja, ja, kijk. Hij gaat hem voorbij. Hij gaat hem proberen voorbij te lopen. Dit is niet te geloven. Hij duwt hem bijna opzij. En nu een spurt naar boven van Klaas van Tornhout. Verrassend is dit alleszins wel. Nijs gaat antwoorden als ze op de fiets gaan springen. Voilà. Kijk. Ja. Hij gaat gewoon antwoorden. Wat een bluffpoker van Klaas van Tornhout. Maar het is goed bekeken. En nu, die verstelling moet recht blijven. Maar dit is hier nu een demarrage van Sven Nys. Hij kijkt, Tom. Doorgaan. 2 meter heeft hij. 3 meter. Maar Klaas van Tornhout is niet aan het kraken voorlopig. Hij kraakt niet. Nee, hij blijft daar in het wiel hangen. Hè. Knap werk van Klaas van Tornhout. Ik dacht, het is alles of niks. Demarage daar al lopend. Gaat daar nu voorbij Sven Nys opnieuw. Heel slim van Nys eigenlijk. Heel slim, hè. Het is hier een beetje zoals in, in Zonhoven. Hij duwt een beetje weg. Ja, hij heeft niet echt geduwd, maar toch... Nee, maar ja, dat noemen wij wel duwen. Het was meer duwen, in zijn gedachten duwen dan duwen. Ja, maar ja, okay, maar dat is niks. We gaan het spannend houden en we gaan het spannend maken, zegt Nys. Heel goed gezien. Maar Nys is in theorie sneller
Kan ik nog wisselen? Ja. Ja, dat is het ook. En die, ik had het gevoel dat de mechanicien van Klaas van Torn uit de hoek nog even een beetje treuzelde. Zo. Ja. Op zijn Mario de Klerks. Ja, ja. We gaan aan de sprint. Dit wordt sowieso weer spannend. Nagelbijten. En kijk al het volk staan. Ze gaan hier, ze gaan hier wat meemaken. Ze gaan hier wat meemaken, want Van Tornhout is hier het gaatje aan het groter maken op Nijs. Nijs mag niet meer wachten. Hij moet opletten voor het publiek ook. Sterk, heel sterk. Maar Nijs komt terug dichter. Hij komt terug dichter. Alleen zien dat ze niet lekker rijden, want ze moeten daar nog een keer of twee over zo'n bordurken rijden daar achter de hoek. En hier, deze man gaat naar de derde plaats rijden, Bart Welles. Hij is voorbij Kevin Pauwels gegaan. Geen probleem, Welles op weg naar het podium ook. Een blije Lucien Welles daar nu, rechts in beeld. En nu gaan we zien wie dat er achter de bocht hier staat. Komt, ja, hier zijn ze weer. Samen. Nog altijd samen. Mm-hmm. En dat nu? Ziet er dan voorlopig voor Klaas van Tornhout niet goed uit. Ik denk het ook niet. Opletten, man. Ga daar weg. Maar je weet nooit niet. Hè. Ik heb Van Zalfleet ook koersen in de sprint weten winnen, crossen. En Van Zalfleet was ook een strijkijzer, zei ze. Dus. Het hangt ook een beetje van de conditie nog af, hè. De vorm. Hè. Ja, we zien ze hier voor onze neus passeren. Ze rijden nu op een dreef parallel met de aankomstlijn. De beukendreef hier in het Warandenpark. Op wie zetten we ons geld? Wel, ja, we moeten objectief en neutraal zijn, maar ik zet mijn geld toch op Sven Nys voorlopig. Maar als hij wint, zal het zwaarder zijn dan hij ooit had kunnen denken. Ja, ja, omdat maar in theorie is hij sneller. In theorie is hij sneller. Dat, en je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Dat is het feit dat Klaas heel goed is. Hè? Laatste rechte lijn. Laatste rechte lijn. En zo lang is die laatste rechte lijn niet, maar toch lang genoeg om er een rechte spurt van te maken. Nu zien dat geen. Hij komt. Ja, hij komt. Goed mag niet uit het clubpedaal schieten. Geen probleem. Nee, nee. Sven Nys is snel in de spurt. Klaas van Tornhout bij zijn tanden stuk, maar hij geeft zich gewoon een verdorie, zegt hij. Tranen bijna. Het verwachte scenario. Ja, maar dat hadden we. Toch wel knappe we strijd. Knappe strijd. We moeten het doen. Allebei. Knappe wedstrijd van Sven Nys en van Klaas van Tornhout. En deze man opnieuw naar het podium. Bart Welles, derde hier in zijn Gaveren, waar hij al zo vaak goed gereden heeft. Won hier twee keer, maar die eerste keer is al 10 jaar geleden. Tweede keer die genante overwinning daar met 3 minuten voorsprong, 9 jaar geleden. Maar hij staat er nog altijd. Bart Welles. Ja, wat het ook onderstreept dat goed hij dit voor zijn seizoen, sponsor. Ja, hij was dit seizoen ook beter bezig hè, dan vorig jaar. Dus dat bewijst het ook. Hè. Ja, een beetje wisselvallig, maar dit soort wedstrijden ligt Bart Welles absoluut. En hij is blij hoor met die podiumplaats. Is voorbij. Dat is Kevin Pauwels gegaan. Het is een overwinning voor hem. Hè. Hij heeft dat gedaan in die loopstrook. Daar is hij weggereden. Of de motivatie om terug te vechten. Kevin Pauwels, de winnaar van vorig jaar, finished hier vierde. Hier is hij. Nu is het toch een beetje uitkijken naar Niels hè, voor het klassement dan eigenlijk. Want ik denk dat Rob Peters dan nog tussen zit. Voilà, Rob is hier. En die is ook blij met zijn vijfde plaats dan, Rob Peters. Want vierde is Pauwels. En dan is het even wachten wie er uit de bocht komt. Goede prestatie van Rob Peters, vijfde plaats voor hem. En dan is het wachten op plaats 6. En dat zal... Maar Sven Nys, 4 op 4 dit jaar. Ja. Is er 1 keer in geslaagd 8 op 8 te halen in de superprestige. Het zou straf zijn mocht hij dat opnieuw doen. En een glunderende manager, Hans van Kasteren, had dit jaar nog niet te veel reden om te glunderen. Proficiat Niels Albert ook met die zesde plaats. Niet gewonnen, heeft eigenlijk geen vuist kunnen maken tegen Sven Nys vandaag. Maar heeft de moed niet laten zakken. En hier de pechvogel, een van de pechvogels. 2 keer de derailleur afgebroken. Bart Arnuis, 7e plaats hier in Gaveren. En knap, de man die de eerste ronde voor zijn rekening nam, Thijs van Amerongen. Top 8. Ook pech gaat hij in het begin, ja. Met de versnelling. Kevin Pauwels is op 4, Rob Peters 5, Niels Albert 6, Bart Arnouts 7. 7 Belgen vooraan. Het is niet nieuw natuurlijk, maar de laatste weken zagen we toch af en toe eens een buitenlander wat hoger in de uitslag staan. Nu is Thijs van Amerongen de beste buitenlander, 8e. Julien Tagamarca 9e. En Lars van der Haar pakte de 10e plaats. Voor nog een Fransman en een Amerikaan. Want ik denk dat Duval 11e was. En Jonathan Page heb ik als 12e zien binnenkomen. Inderdaad, Page die nog sterk terugkwam in de
laatste ronde. De Nieuwelaren 13e voor Sven van Toernout en Jim Arnouts. En helaas geen superprestigepunten meer voor Patrick van Leeuwen, Zlamalik, Suarez, Petrus en Pfingsten. 20 is dus hier het klassement in de Hans Grohe superprestigewedstrijd. Prestige na 4 van de 8 wedstrijden. Sven Nys, dus autoritair aan de leiding, 60 op 60, dat is indrukwekkend. Niels Albert heeft wat pluimen moeten laten vandaag, volgt nu op 8 punten. Dat ziet er voor Sven Nys nu al zeer goed uit. Kevin Pauwels komt terug een beetje beter in beeld, volgt op 4 punten van Niels Albert. En dan is de kloof al groter natuurlijk van Tornhout op 4. Die is serieus opgeschoven, want die stond 6e. Bart Arnouts 5, die blijft waar hij stond. En Lars van der Haar, die zakt 2 posities, dus haasje overgedaan met Klaas van Tornhout. En de rest leest u wel, maar dat is al veel verder af van de winnaars. Ja, dat is mooi. Hè. Ik heb altijd graag naar hier gekomen. En, ik heb hier al heel mooie momenten gehad, ook al heel slechte momenten. En vandaag was er weer een van mijn betere. Dus ik voelde direct van in het begin dat dat goed zat, dat ik goede benen had. Mijn vader en mijn mechanicus waren aan het roepen, niet zo zot, niet zo zot. Maar ik kreeg echt niet door de eerste 2 rondes. En, ik wist van als Sven komt en als Niels komt, dan gaat de koers openbreken. En ja, toen de moment als Sven kwam, wist ik dat ik mee moest gaan. Jammer genoeg kon ik net niet over Bart Arnouts in de klim en die reed aan zijn verzet in het wiel. Dus verloor ik heel veel meters en dan wist ik van ik kan mijn eigen tempo moeten zoeken en dan proberen op te schuiven. Je hebt een goede start genomen en dat zien we niet elke week van jou. Hè? Nee, maar het was hier wel belangrijk. Hè. En, ja, het lukt niet elke week en ja, vandaag wel en dan is dat mooi meegenomen. Dan moet je die energie al niet verspelen in het begin. En daarmee, ik voelde direct van in het begin, ik liep en ik reed redelijk snel naar de leiding zonder eigenlijk over mijn toeren te gaan. En dat gaf mij vertrouwen en ja, direct het gevoel dat het heel goed zat. Wist je dat je nog bij Pauwels kon geraken en er nog over geraken ook? Ik voelde dat ik er naartoe geraakte. Op het moment eigenlijk dat Sven vol een bek gaat, dan kon ik eigenlijk vrij vlot mee. Maar toen reed Bart Arnouts een beetje in de weg door ook door zijn versnelling in het wiel te rijden. En toen wist ik van toen dat ik eigenlijk 60, 70 meter achter was van, ik moet gewoon mijn eigen tempo rijden naar Kevin. Ik wist dat ik in het lopen sterker was. En ik wist van, naartoe kan ik er wel. Ik wist niet dat ik hem eraf kon rijden en lopen. Maar ik heb het wel geprobeerd en het is gelukt. Sven Nys pakt 4 op 4 in de superprestige, zoals jij. Had je dat gedacht voor het seizoen dat nog mogelijk was? Een 4 op 4 voor Sven Nys? Nee, maar we zeggen het al een paar jaar van elke keer dat we aan het seizoen beginnen, dan zeggen ze, ja, heeft Sven Nys geen te zware zorg met zijn mountainbike, maar hij bewijst elk jaar keer op keer dat hij op een topsportman is, net als ons, maar dat hij net dat tikkeltje meer is en dat hij dat wel kan. En je ziet dat hij gewoon de sterkste is van onze generatie. En dat is mooi voor hem, natuurlijk minder voor ons, maar dat wil wel zeggen dat hij heel sterk bezig is, net zoals de vorige weken. Weerwerk heeft geboden tot bijna op de streep. Klaas van Tornhout, had je dit van jezelf verwacht vandaag? Wow, ik weet, ik ben al heel het seizoen op een heel hoog niveau bezig, heel constant. Vorige week enkel een dipje gehad met de ziekte. Dan nog was ik 6e. Dus bewijs ik dat ik in een heel goede doen ben, een heel goed jaar bezig ben. Gisteren was ik ook heel goed. Maar op zo'n omloop kan ik toch niet echt voor de overwinning strijden. En dan heb ik een beetje laten me gaan dan maar. En de 4e plaats behaald. Maar vandaag is een heel zware cross. Een cross die me wel ligt. En ik was erop gebrand. Ik was gemotiveerd. En net niet. Het is gewoon, we zitten met een superieure Sven. Die gewoon sterker is. En dat is gewoon een spijtige zaak nu voor mij. Je geloofde erin, hè? In die laatste beklimming ook. Je liet je niet zomaar opzij zetten. Wow, ik moest iets doen. Sven had me net voor de helling op een linker manier voorbij gestoken. En het enige wat ik kon doen was hem voorbij lopen. Hij was totaal verrast, denk ik. Het was een mooi duel. Het was niks fout mee, maar... Een beetje opzij geschoven, of wat was dat? Ja, Sven ging een beetje naar binnen en ik liep tegen de koord. Dus ik moest iets doen of ik zat over de linten. Dus, het was een mooi duel, maar op het laatste heb ik nog een keer geprobeerd boven. Dan kreeg ik een klein kloofje, maar ja, we zitten met een superieure Sven die geen moeilijk te kloppen is. Klaas van Tornhout, ik heb gehoord dat Sinterklaas voor jou sprintersbenen meebrengt. Dat is goed nieuws. Wow, sprinterbenen. Tegen zo iemand is het onbegonnen werk, denk ik. Ik denk dat iedereen er nu voor het ogenblik mag tegen sprinten. Ik zeg, het is zonde dat Sven zo sterk is. Het is gewoon outstanding. Sven Nys. Ik had vandaag echt te maken met een hele sterke Klaas van Tornhout.
In de eerste momenten, toen hij weg was, had ik het niet direct gezien. Ik had mij veel meer geviseerd op Kevin en op Niels. Maar goed, ja, in één keer was hij weg en niemand pakte initiatief. En dat is niet van de gewoonte van mijn concurrenten. Dus dan wist ik gewoon van... ik denk dat ik best zelf initiatief neem. Een keer testen in hoe lang ik Klaas nog kan terugpakken. En dat lukte eigenlijk vrij snel. En dan heb ik onmiddellijk het gevoel gekregen van... ik ben goed genoeg om tempo te maken. Ik ga niet te veel naar Klaas zien, gewoon mijn eigen koers rijden. En als hij volgt, dan zien we de laatste ronde wel. En dat lukte heel goed. Maar ja, de laatste ronde, ik zag ik moet gewoon proberen in de laatste klim op kop te zitten. En te demareren, maar hij liep mij voorbij. Ik kreeg een zetje en ik zat een klein beetje in het slijk, hè, waardoor ik mijn snelheid verloor. Ik dacht, nu heb ik nog één kans als hij terug op zijn fiets springt. Maar er zat bij mij ook niet genoeg op om hem uit het wiel te rijden. Ik had het heel snel door, ik moest zelf gaan zitten. Ik zat tegen mijn limiet. En dan heb ik nog wel een hele explosieve versnelling in huis in de spurt en dat is mijn voordeel. Het was daar duwen, een beetje trekken, een beetje duwen toch om elkaar niet in de weg te lopen. Dat er niets gebeurt zoals gisteren, waar je ook trouwens niks aan kon doen. Maar we kunnen het straks nog eens bekijken op het scherm hier naast ons. Ja, die winst, laat ons daar eens over hebben nog. Hoeveel deugd doet dat nog om de achtste keer te winnen in Gaveren? Ja, dat doet heel veel deugd. Het zijn de mooiste koersen van het jaar. Iedere keer opnieuw, als het veldritseizoen begint, dan zeggen ze ik wil de Koppenberg winnen, ik wil de Zonhoven winnen, Asper-Gaveren. Ja, ik heb ze alle drie gewonnen. Dat had ik voor het seizoen absoluut niet durven dromen. En de manier waarop, op verschillende manieren, alleen binnenkomen, een paar keer in de spurt. Dus ik heb voor de moment alle facetten van de cross onder de knie. Ik ben blijkbaar een klein beetje explosiever nog als vorig jaar. En dat is heel belangrijk in de wetenschap als je naar de finish gaat. Dus ja, dat geeft mij enorm veel zelfvertrouwen. Ik hoef niet altijd weg te rijden.